Hallo, leuk dat je deze video kijkt. Ik ben Sven Moors en ik zit in het ICT-team. En ik ga je vandaag uitleggen wat Makey Makey is. Makey Makey is een, heb je een laptop voor nodig. Of een Chromebook hebben wij nou in dit geval. En je hebt hier allemaal leuke draadjes. Deze draadjes heten krokodillenbekjes. En je hebt zo'n, een klein bordje nodig waar je alles mee doet. Je hebt hier een micro-USB naar een grote USB, naar een normale USB. Dan heb je hier een mooi klein gaatje, daar kan die micro-USB in. Zo. En dan doe je de normale USB, zet je in je laptop. En nou is die verbonden. Dan gebruik ik altijd de zwarte kabel. Je hebt daar onderaan je Makey Makey bordje. Heb je een paar rondjes helemaal onderaan. En dan maak je het krokodillenbekje open. En druk je in twee van die rondjes. Zo. Nou heb ik één ding in het rechter rondjes gedaan. En we hebben hier nog meer allemaal verschillende kabels. Kabels. En dan, die doen we dan ook in het, het gaatje staat er ook op. Pijltje omhoog, pijltje rechts, pijltje links, pijltje naar beneden. Space en klik. Ik doe de groene in space. Ja, dan komt er geluid omdat ik het ijzer heb aangeraakt en deze. En daarvoor heb je de zwarte ook nodig. Ik heb hier nou op Makey Makey, heb ik een site van Makey Makey opgezocht en dan heb ik de piano. Moet je deze vasthouden. Dat hier het ijzer aan je huid zit. Kan ook op je hoofd als je dat wil. Of op je arm of op je been. Als het maar je huid aanraakt. En als ik nou deze kabel aanraak op het ijzeren. Dan krijg je een mooi geluidje. En die heb je dan met allemaal kabels. Kun je in het ding doen. En dan hebben we ook nog een andere soort. We hebben hier nog kleinere kabels. Dan ga deze weer eventjes weg. Draai ik het ding om. En hier zie je van zwarte vierkantjes. Hier zie je er vier rechthoekjes. En dan denk je misschien van, oh, dat is zo om het te laten staan. Dat het stevig is. Maar dat is niet zo. Je hebt hier hele kleine dingetjes, kabeltjes. En dan heb je er hier één zwart kabeltje van. Eén heel dun zwart kabeltje. En dan heb je hier. Dan heb je allemaal zwarte gaatjes hier erin zitten. En dan heb je hier de, op het ene gaatje heb je een W en een G, een ander gaatje. Want ooit gebruik je een spelletje met een W of zo als je dan vooruit wil. Dus dan doe je die in het zwarte gaatje. En dan heb je die hier. Dan moet je deze keer gebruiken. Alleen omdat we nou geen W hebben in het spel, maakt hij ook geen geluid. Maar zo zit dat in elkaar met deze kleine dingetjes. Dan doen we die weg. En zo kun je ook nog hele leuke dingetjes doen. Hier kun je bijvoorbeeld een bak met water, als je die hier zet. En je doet er, pakt weer eens deze. Huppa. Dan doe je deze in de bak met water. En zorg dat die in het waterbakje zit. En als je dan deze vastpakt en je doet met je vinger in het water. Water glijdt naar deze kabel. Dus als je nou het zwarte dan weer pakt en je drukt in het water, dan komt er dit geluidje als je de hele tijd doet. Dan heb je ook met klei dat glijdt en met een appel kun je ook, moet je dit dus zo in een appel duwen. En dan hoef je alleen deze te pakken, druk je op de appel en er komt een geluidje. Zo heb je ook nog eentje met, ik heb nou de piano, je kan ook een gitaar, trommels. En je kan ook de piano een beetje, zeg maar, upgraden. En nou hebben we alleen maar saaie kabeltjes. Dan kun je ook hier zilverfolie omheen doen. Dan druk je om het zilverfolie heen, met deze in je hand uiteraard. Krijg je een mooi geluidje en zo kun je met de Makey Makey leuke dingetjes doen. Dankjewel dat je deze video hebt gekeken. Vergeet niet te liken en vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren.